Yo, kijkers van Online Games, van harte welkom terug bij een nieuwe aflevering van Minecraft Survival. We gaan weer lekker verder waar we gisteren waren gebleven, dus dat komt helemaal goed. Zoals je natuurlijk weet, ben je aan level 30. Dat was dus goed, dat was dus ook mooi. Hoe het licht hier gaat doen, geen idee, maar ik wil het gewoon zo laten zitten hoe het zit. We moeten alleen nog wat pompoenen nog gaan fixen hier. Zo nog een aantal. En ik wil heel even de farms natuurlijk even gaan vergroten. Ja, vergroten. Ik bedoel, dit hier allemaal uit en dan weer opnieuw in gaan zaaien. Zelfs met die wortel, aardappel en dat soort zaken. Goed. Deze pompoenen natuurlijk ook. Heel even zo. Dan gaan we deze kant op. Zo. Dan haal ik alles eraf. Sommige zijn eigenlijk helemaal niet goed. Ik weet het. We hebben er in ieder geval 54. Dus kunnen we dat mooi allemaal gaan inzaaien. Dan hebben we het in ieder geval wat groter gemaakt. En daarna gaan we eens even beslissen hoe wij de dierenfarms gaan doen. Want dat moet ook maar eens even binnenkort gedaan worden. Dat is een hele man. Ik haal ze daar van niet uit. Dat is in ieder geval genoeg. Plus die, dat is 46. Wortels, dat is toch wat we over hebben. Oké. Dit zijn dus aardappels. Gaan we eens even kijken of die ook volgroeid zijn. Nou, niet allemaal. Het zijn er 20. Bieten zijn dit. Zijn ook een paar goed. Ook een stukje verder gekomen. Dit zijn dus de cacao. Dat is dus ook volledig gegroeid, dat is helemaal goed. Die meloenen die laten we nog heel even staan. Pompoenen moeten we natuurlijk wel hebben. De 8, dus dat zal genoeg moeten zijn. Om dan dit helemaal af te maken, dan hebben we dit echt ook zo goed als af. Drie stuks. Nou, dat gaat voor vandaag nog wel lukken. Oké. Dat is gelukt. Nu hebben we hier natuurlijk ook, ja, best wat. Zullen we hier gewoon een mooi tuintje even gaan maken? Of gewoon niet? Het begint natuurlijk winter, er groeien bijna geen bloemen meer. Dus dat is wel even een dingetje.
denk dat we het heel even gewoon zo kunnen laten staan. Tot natuurlijk het kerst is. Dan gaan we natuurlijk weer. Dat duurt ook heel een tijdje. Ik weet het. Ik weet het. Wat kunnen we nu als volgt nog gaan doen? Zullen we heel even een ijzeren pickaxe pakken? Dan gaan we toch even level 30 gaan fixen. Echt een heel klein beetje moet ik nog maar hebben. Je kunt alleen 's nachts slapen. Nou goed, dan lopen we heel even. Dan ga ik even kijken hoe ik het beste dingen kan gaan doen. Ga ik ook een beslissing maken wat ik met deze berg ga doen. Gaan we hem weghalen? Gaan we hem laten staan? Wat zullen we gaan doen? Nou, er zitten hier genoeg koeien. Dus we kunnen op zich een koeienfarm kunnen we gaan maken. Dat zou geen probleem zijn. Maar ik wil toch wat... niet echt veel vinden. Paarden, die kunnen we natuurlijk ook gaan vinden nog. Dus ik weet echt totaal niet wat ik met deze berg ga doen. Het is best wel een flinke berg, moet ik zeggen. We kunnen ook de helft weg doen, dat we echt een flink stuk laten staan. Want ik wil in principe de dingen doortrekken, dierenfarms. Zodat de achterkant eigenlijk een verloren zaak daar is. Eerlijk gezegd. Want ik wil ook een mooie molen gaan bouwen. De molen ga ik niet hier bouwen. Dat weet ik zo nog niet. Ik ga eerst even slapen. En dan ga ik kijken tot aan level 30. En dan gaan we eens eventjes passen en meten wat ik wil. Gewoon de achterkant hier is natuurlijk ook nog van alles waar we kunnen gaan. Het zit vol met gaten en kuilen. Oké, want een bomenfarm moeten we ook nog hebben. Hebben we hier ergens een klein beetje kool of iets wat ik kan pakken? Ja, zo zie je natuurlijk maar weer. Heb je iets niet nodig? Vind je het over? Heb je wat nodig? Dan vind je het gewoon niet. Gewoon heel even level 30. Zo moeilijk kan het toch niet zo zijn? Kijk, daar is het. Nou, dit is echt een heel mooi open veld. Waar we misschien natuurlijk niets mee kunnen gaan doen. Kijk, konijnen lopen hier rond. Paarden. Daar kan ik het beter bij. Level 30. Daar gaan we gewoon een heel klein beetje. Dan doen we eigenlijk level 30. Daar.
halen we. Klik 30. Nog niet, nu wel. Nu. Nu. Nu wel. Dan nu. Level 30, here we go. Oké. Okay. Nou, dat is lekker. We gaan natuurlijk niet deze pickaxe gaan gebruiken. Goed. We gaan dus sowieso een pickaxe gaan wij enchanten. Doen we altijd. En daarna kijken we natuurlijk gewoon verder. We gaan nu niet per se gaan enchanten. We gaan even kijken wat het nu het beste is. We zouden bijvoorbeeld een bijl kunnen doen. En dit ding. Langzamerhand richting ja, diamonds en zo gaan. Ik weet überhaupt niet hoeveel diamonds dat ik heb, anders moet ik toch ergens weer eens een keer een livestream inlasten. De vorige livestream ging niet zo geweldig, maar die eerste ging wel geweldig. Ik bedoel het net, mag best. Lekker. We hebben dus ook lapis lazuli nodig. Hebben we dat? 53. Nou, dat is dus genoeg. 1, 2, 3. En natuurlijk deze pickaxe. Die heb ik dus al uiteraard een keer gebruikt. Maar de vraag is, ik kan hem best wel nu gaan enchanten. Want hij is gewoon bijna niet kapot. Echt totaal niet. Dus we gaan eens eventjes kijken. Nou. Kijk, onder de pompoenen natuurlijk gaan we eens even kijken of dat goed brengt. Dat is ook hartstikke mooi. Goed. Daar gaan we. 1, 2, 3, level 30. Efficiency 3. En nog wat. Oké, okay, dat is het enige wat er is. Alleen een efficiency 3. Ik denk ook dat er misschien wat geluk bij zat. Dan had je misschien dubbele dingen kunnen pakken. Maar goed. Dat is jammer. Het is een pickaxe. Dus het zou wel prima zijn, denk ik. Ik zal het niet weten, maar we gaan hem heel even veilig opbergen. Goed. Deze natuurlijk ook. Heel even daar neer. Dan gaan we eens even kijken hoe wij verder de dierenfarms natuurlijk gaan aanleggen. We waren hier klaar mee, ja of niet? Nee, we moesten nog een paar. Nee, drie. Drie stuks. Ik ga gewoon even alles ervan afhalen, want de rest dat moet als reserve. Dan gaan we natuurlijk met Halloween, gaan we daar uiteraard natuurlijk ook iets mee, iets tofs mee doen. Hoppa. 10. Goed. We kunnen zeggen, we kunnen de paden kunnen we gaan doortrekken. Dus zeg maar hier. Maar wat zit hier achter? Kijk, er zit eigenlijk zo'n leeg veld. Het zal te doen zijn. Hierachter zullen we een bord kunnen maken met ons tags online games. Dat hebben we al eens vaker gedaan. En dan gaan wij, denk ik, de helft van de berg sloop, want ik denk dat deze hele berg sloop, dat dat best wel veel werk zit, ja. Want het gaat tot hier helemaal door. Dus ik stel voor dat we de helft echt gaan slopen, echt weg gaan doen. Dus we trekken gewoon dit paadje. Dit zeg maar gewoon door met de dieren. En dan kunnen we kijken waar wij dan de molen kunnen gaan bouwen. Dus dat moeten we nog gaan bekijken. Ik denk dat ik dat ga doen. Dus we gaan deze pad gaan we dus doortrekken. Dus ik stel voor dat wij eerst even een hele hoop bomen morgen gaan omkappen.
En dan kunnen we zondag kijken wat we kunnen gaan doen. En dan gaan we uiteraard maandag echt flink aan de bak. Want hier zit ook een gat, als ik het goed heb. Ja. Hoe loopt dit? Ah, dit is... Er zit wel hier een hele hoop gravel. Dus dat is misschien wel iets wat wij daar weg kunnen gaan halen. Zodat we dat kunnen meenemen. Dus ik denk dat we dat gaan doen. Laten we dat gewoon lekker gaan doen. Dus dit wil ik toch heel even vrij houden. Misschien dat we toch hier iets tofs gaan kunnen gaan bouwen. We zullen het natuurlijk wel zien. Maar ik ga het hier zo in ieder geval bij laten. Wij zien elkaar. Morgen is het zaterdag om 16:30. Hopelijk zijn jullie er daar ook. Kijkers. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot morgen dan weer, jongens. Mazzel!